Ja. Dat hebben we veilig geraakt. Is het voorrust? Prins Koen I is in zijn nopjes. De halfvaste optocht van Hasselt staat voor de deur. In rusthuis Salvator zijn ze al volop in de feeststemming. Dat is ontspannend en een beetje sfeer. Hè? Het is altijd plezierig. Hè? We zijn eigenlijk zo geen carnavalisten, maar hier is dat een aangename verpozing. Zorg dat je jezelf eigenlijk enorm amuseert. Dat is het eigenlijk voornaamste. Als je jezelf enorm goed voelt in je pak, in je positie, dan straalt je ook naar het publiek en dan, die doen ook de waters mee. Maar ik voel mij echt super goed. Ja, luister, ik heb hier 25 jaar gewerkt en nu heb ik terug mijn uniform aangetrokken. Hè. Ik moet me niet verkleden, ik ben al lelijk genoeg van mijn eigen. Je hebt toch iets op je hoofd? Ja, dat is een stuk van een smurven. Hè. Moet ik het afdoen? Het is mooi. Nee. Carnaval is er bij Koen met de paplepel ingegeven. Het is voor hem dan ook een hele eer om dit jaar Prins Carnaval te mogen zijn. Toch het ultieme van een carnavalist is eigenlijk Prins Carnaval worden. En ja, dus ik ben super fier dat ik het kan zijn. Zowel voor de hele familie, wat ze eigenlijk betekenen ook voor carnaval. Voor carnaval eigenlijk voor ons betekent, dus dat is super. Jeugdprins Koop I is er ook bij. En hij ziet het helemaal zitten. Dat betekent heel veel feesten en al. En dat is ook leuk, want dan kun je ook af en toe een snoepje eten. Dan ben je eigenlijk een prins van carnaval en dan heb je zo, en dan moet je zo naar ballen gaan en al. En dan moet je medailles geven. En dan kun je op de wagen staan en snoepjes gooien. Van alles eigenlijk. Een prins heeft zoals gewoonlijk enkele belangrijke accessoires. Dat is een popje. En dit is een koekerel. En dit bestaat al heel lang. Al 51 jaar. En dan, dat is eigenlijk het teken dat je... Dat je eigenlijk de baas bent over carnaval. En alles goed, ja. Hey, we gaan ons amuseren vanavond. Hè. Hasselt kleurt dit weekend helemaal rood, geel en groen. De internationale carnavalstoet wordt zondag één groot feest.